En de geplande protestactie die op zaterdag 6 mei in Ikeri gehouden zou worden, is verschoven naar 13 mei. Dit zegt Robbie Berenstein, voorzitter van C47, een van de trekkers van de actie. De districtscommissaris van Ikeri, Witprakash Dulum Singh, heeft namelijk geen vergunning verleend voor het houden van een protestloop op 6 mei. De afwijzing heeft te maken met de start van een rallyspectakel op dezelfde dag. De trekkers van de protestacties zijn het hier echter niet mee eens. Zij ervaren het als een poging om wederom de acties te dwarsbomen. Volgens Berenstein zullen de organisaties daarom een nieuwe vergunningsaanvraag indienen voor zaterdag 13 mei. De vakbondsleider benadrukt dat het laatste woord over het niet verlenen van de vergunning nog niet is gezegd. Ik mag dus zeggen dus dat de vergunningsaanvraag voor die loop geweigerd is op basis van het feit dus dat op hetzelfde moment, op dezelfde dag, ook de Nikopa rally plaatsvindt, althans de start daarvan. Ja, onze actie of onze vergadering, die gaat dus normaal door. Wij vertrekken dus op vrijdag naar Ikeri en we gaan sowieso met de mensen een meeting hebben. Ja. Voor wat betreft onze inzichten met betrekking tot de weigering, daar gaan we dus wel een persconferentie over houden vrijdag in Ikeri. C47-voorzitter Robbie Berenstein over de protestacties in Ikeri van 6 mei die geen voortgang vinden. Ten aanzien van de volksprotestmanifestatie op 20 mei in Paramaribo bevestigt Berenstein de deelname van C47, de BVL als NPWO aan deze manifestatie. Zij zullen echter in tegenstelling tot hun eigen acties niet op de voorgrond treden. We hebben dus aangegeven dat we daar 100% achter staan, gegeven dus de issues, de problemen in het land. Het is een nationale zaak. Met de politieke partijen hebben we al een bepaalde samenwerking. Ja, als het dus gaat om onze acties, onze protestacties. Ja, en de afspraak daar dus is dat ze onze acties ondersteunen. Iets wat een beetje op de achtergrond. Men mobiliseert ook om naar onze acties toe te komen. En wij gaan dus ook hetzelfde principe hanteren bij de protestmanifestatie van 20 mei. We gaan daar fysiek aanwezig zijn. We gaan ook onze mensen oproepen om dat te ondersteunen. Maar ook een beetje op de achtergrond. We gaan zelf dus niet op het podium verschijnen. Ja. Maar we ondersteunen die acties wel. We hebben dus aangegeven dat voor ons nog niet het moment is gekomen waarop wij, laat me zeggen, gezamenlijk het podium gaan opklimmen, om het zo te zeggen. Robbie Berenstein, onze nieuwsdienst sprak hem over onder andere de deelname van C47, BVL en als aan de volksprotestmanifestatie van 20 mei in Paramaribo. Berenstein deelde ons ook mee dat de geplande protestactie in Ikeri is verschoven naar 13 mei. De organisaties zullen een persconferentie beleggen waarbij zij nader zullen ingaan op deze kwestie.